Ronald Koeman, uw eerste reactie graag op de loting tegen Dynamo Kiev? Nou, pittig. Ja, het had niet mijn voorkeur. Wat weet u al van die ploeg? Nou ja, wat ik weet op een heel, heel korte termijn. En je bereidt je natuurlijk altijd een beetje voor, omdat je kon voorbereiden op 4 mogelijke tegenstanders. Nou, dat ze wel wat nieuwe spelers hebben. Ze hebben een aantal spelers vanuit het nationale team van Oekraïne. Die hebben we natuurlijk van de zomer kunnen bewonderen. Veloso, een Portugese middenvelder, is van Genua naar Kiev toe. Nou ja, het is een club en een ploeg met Europese ervaring. En die altijd meedoet voor plaatsen, ook voor Champions League. Dus in dat opzicht is het een zware loting. Je hebt nog 10 dagen de tijd. Gaan jullie ook nog scouten in die 10 dagen of is daar geen ruimte voor? Nou, het voordeel is wel dat ze pas met de competitie zijn begonnen. Dus we hebben 2 weekenden dat we hun kunnen bekijken en dat zullen we gaan doen. Zondag zal daar iemand zijn van ons. En volgende week vrijdag, als ik goed begrijp, spelen ze thuis voor de competitie. Dus zullen ze wederom gaan bekijken. Dat doet iemand anders, niet uzelf? Nou, er is een grote kans in dat ik volgende week zelf die kant op ga, ja. Nu speel je eerst uit. Dat zeggen ze vaak, van dat het een voordeel is. Nou, vaak begin je liever uit dan thuis. Aan de andere kant, Russische ploegen kennende en ook vanuit mijn verleden, zijn ze vaak beter uit als thuis. Dus je moet je afvragen of dat met deze tegenstander dan ook het geval zo is. Is Feyenoord klaar voor een ploeg van dat kaliber? Nou ja, dat is de uitdaging. Dat weten we niet, want dat hebben we niet eerder gehad. Dus dat is een uitdaging en na die 2 wedstrijden zullen we zien of we daar mee kunnen wedijveren of niet. Dat is een uitdaging en daar ben ik zelf ook benieuwd naar. Voel je wel op voorhand de underdog? Nou, ik zie altijd kansen en tegen wie we ook spelen. En voor de rest heb ik op dit moment te weinig inzicht in hun om ja, meer en duidelijker antwoord te geven. U heeft zelf daar ook gespeeld, hè? In 93 meen ik, 3-1 verloren, 1 keer gescoord aan een strafschop, dacht ik. Ja, ik heb er een paar keer gespeeld met Barcelona. Ik heb er een keer gespeeld met het Nederlands elftal. Ja, maar dat is al heel wat jaartjes terug en het staat niet zo goed meer op het netvlies.